Betekent dus met het hart leven. Onze volgende en laatste spreker is zo iemand die met innerlijke kracht en toewijding in zijn podcast Een oorlogsreeds verloren eerlijk en openlijk spreekt over de huidige systeemcrisis en onderzoekt hoe de ontwechte mens zichzelf kan terugvinden. Ik geef het woord aan Sven Hulleman. Dank u. Goedemiddag allemaal. En ik zou iedereen die aanwezig is graag willen bedanken voor het feit dat zij hun tijd vrij hebben gemaakt om hier aanwezig te zijn. Want er werd mij net terwijl ik hier naartoe rende en ik u mijn excuses moet maken voor het feit dat ik wat later ben dan dat ik zou willen zijn, werd mij gevraagd waarom ben jij eigenlijk begonnen met die podcast, met je stichting? Waarom ben je als jurist met verstand van de financiële sector niet gewoon bankier geworden of advocaat die voor bankiers optreedt? Of ben je de staat gaan verdedigen, een staat die vrij eenvoudig rechtszaken wint? Toen zei ik, omdat toen ik rechten heb gestudeerd, zag ik een belangrijk artikel. Namelijk de wet algemene bepalingen, artikel 11, een wet uit 1829, nog steeds van kracht. En die zegt, de rechter spreekt recht volgens de wet. Als je dat doet, dan is je hele democratische rechtsstaat per definitie afwezig. Want dan heb je geen onafhankelijke rechter, want dan spreekt de rechter recht volgens de wet. En dat lijkt heel erg mooi, maar dat is een enorme valkuil. Want dat betekent namelijk dat we geen echte onafhankelijke rechtspraak hebben en dat geeft onbeperkte macht aan een wetgever. En dat is jarenlang is dat eigenlijk best goed gegaan. Jarenlang hebben we een redelijke balans gezien tussen een enigszins onafhankelijke rechtspraak en een overheid die probeert het algemeen belang te dienen. Ik heb geen idee of dat allemaal nep was. Wat ik wel weet is dat wat er nu aan zit te komen een spoedwet is. En als je die leest, en niet alleen de wet zelf, maar ook de memorie van toelichting en ook alle amendementen. En als je ook het advies van de Raad van State leest, 400 pagina's, je kunt je afvragen of alle Kamerleden dat wel netjes gelezen hebben. Maar als je dat allemaal leest, dan toont er zich een heel erg ernstig schrikbeeld aan de horizon. Namelijk een wet die die illusie van democratie definitief wegvaagt. Dus we kunnen de huidige regering wat mij betreft bedanken voor één ding. In ieder geval zijn ze dit keer eerlijk dat ze aangeven dat they don't give a fuck about the people. En dat is een boodschap die zal ik de komende maanden vast nog wel een paar keer herhalen voor zover dat nog mag. Want deze wet geeft ook de toestemming om censuur toe te passen. Alles wat we nodig hebben voor een vrije en open samenleving staat onder bedreiging op dit moment. En ik vind het heel erg bijzonder om te horen dat er mensen in Nederland zijn die zeggen van luister, wij gaan zonder een scheiding aan te brengen tussen het mannelijke en het vrouwelijke, gaan wij het vrouwelijke eens van zich laten horen. En ik ben ook klassicus, het woord material, materiaal, het materialisme, komt van het woord mater, moeder. Alles wat uit materie bestaat, is materiaal, is dus afkomstig van de moeder. En het woord virtueel is afkomstig van het Latijnse woord voor man, vir. En je ziet dat de virtuele en de materiële wereld elkaar heel hard nodig hebben, maar dat het vaak de materiële wereld is die het onderspit delft. De aarde, moeder aarde, heeft geen weerstand tegen het geweld dat wij haar aandoen, anders dan dat zij af en toe heel erg helder aan ons laat weten hoe nietig wij zijn.
En ik zou voor u de woorden van een man die ik zeer waardeer, omdat hij begreep hoe de harmonie tussen man en vrouw echt in elkaar zit, wist te verwoorden. Het is in het Engels vertaald en het is een gedicht in het Spaans van Pablo Neruda. En ik hoop het met u te mogen delen in stilte. Dat gaat namelijk over alle vrouwen op aarde en over mijn eigen moeder. Het gaat over de moeder van mijn moeder. Want wij moeten ons realiseren dat iedere man is een dochterszoon. Want iedere vrouw is de dochter van een man. If suddenly you do not exist, if suddenly you no longer live, I shall live on. I do not dare, I do not dare to write it. If you die, I shall live on. For where a man has no voice, there my voice. Where blacks are beaten, I cannot be dead. When my brothers go to prison, I shall go with them. When victory, not my victory, but the great victory comes, even though I am mute, I must speak. I shall see it come even though I am blind. No, forgive me. If you no longer live, if you, beloved, my love, if you have died, all the leaves will fall in my breast. It will rain on my soul, night and day. The snow will burn my heart. I shall walk with frost and fire and death and snow. My feet will want to walk where you are, sleeping. But I shall stay alive, because above all things, you wanted me indomitable, and my love, because you know that I am not only a man, but all of mankind. Mijn dank gaat uit naar de herinnering aan een wereld die Sparta heette. Het was een stad die had geen stadsmuur nodig, want niemand was zo dom om haar aan te vallen. En in Sparta was één regel: alleen Spartaanse moeders krijgen Spartaanse zoons. Dank u wel.